Hoi, welkom op mijn YouTube-kanaal. Een hele tijd geleden op dit kanaal bouwde ik deze EEPROM programmer. En daarmee programmeerde ik EEPROMs voor de Commodore 64 om zelf cartridges te maken. En ik gebruikte daarvoor deze EEPROM, de Atmel 28C64. Dat werkte heel goed. Maar het broertje van deze EEPROM, de 28C64B, die kon ik maar niet programmeren. Dat lukt niet. En als ik de datasheets met elkaar vergeleek, dan kon ik niet achterkomen wat nou het verschil was, waarom het niet lukte. Nou, het oplossen van dat probleem, dat staat al heel erg lang op een verlanglijstje. En ik ben nu weer bezig met een Commodore 64 project, waarvoor ik weer EEPROMs nodig heb. En dat project ga je nog wel zien, dat is een behoorlijk uitgebreid project. Dus daar komt wel een playlist van straks. Maar ik heb dus weer EEPROMs nodig en ik heb nog een groot aantal van die 64B modellen. Dus ik wil vandaag gaan tackelen wat er nou mis is en hoe we het oplossen. Een van de verdachte oorzaken waarom mijn programma niet goed werkt met die andere chip, dat is de write pulse. Dat is dus de schrijfpuls die mijn programma geeft aan de chip als signaal dat hij de data moet gaan schrijven. Die puls die zou wel eens veel te lang kunnen zijn. Dus ik wil weten hoe een officiële programmer die write pulse maakt. Dus ik heb hier een officiële programmer geleend van iemand. Dit is een zogenaamde Mini Pro. Die kan je kopen op internet. Die wordt heel veel nagemaakt, namelijk in China. En dit is zo'n neppert, dus die zijn erg goedkoop. Dus ik heb een Windows-programmaatje. En die zegt ook gelijk als ik hem opstart van dit is een neppert. Maar goed, het maakt niet uit. Het werkt wel. En ik ga nu dus kijken hoe bij deze programmer de write pulse eruit ziet hier op een oscilloscoop. En dan weten we of dat heel veel afwijkt van wat ik maak met mijn eigen programmer. Dus ik zou zeggen program. Dit is de schrijfpuls en die is dus ongeveer een halve microseconde. Misschien 750 nanoseconden. Heel kort dus. Dus nu gaan we het proberen met mijn programmer. Ik zie gelijk al dat mijn puls veel breder is. Dus we moeten... Kijk, nou komt hij pas echt in beeld. Mijn puls is dus ongeveer 1, 2, 3, 4 microseconden. Tegenover 750 nanoseconden van de puls van die officiële programmer. Dus dat zou wel eens het probleem kunnen zijn. Dus ik ga kijken of ik die write pulse een beetje korter kan maken. Mijn write pulse die ziet er dus zo uit. Die wordt gewoon gemaakt door de Arduino. Hoog en laag. In de Arduino code zeg ik dus... Het signaal is hoog, ik maak hem laag en op de volgende regel maak ik hem gelijk weer hoog. Ik heb geen delay daartussen zitten en toch duurt dit dus ongeveer 4 microseconden, omdat die transities gewoon tijd kosten. Arduino is daar gewoon vrij traag in. Het kan wel iets sneller, maar dan moet je die poorten rechtstreeks gaan aansturen en dan ga je een beetje buiten de filosofie van Arduino om, maar dan kan het nog wel iets sneller gaan, misschien een microseconde of zo. Maar ik ga het nu oplossen door dit signaal eigenlijk te sturen in een circuitje. Dus ik hou het signaal hetzelfde. Het is hoog, het wordt laag en het wordt hoog. En dat geef ik aan een condensator. Die is verbonden met een weerstand. Dit is 5 volt van voeding. En dit is dus mijn Arduino. En hier maken we dan onze write pulse. Write enable, logisch laag. Zo, die streep die betekent dat het omgekeerde logica is. Hè? Normaal gesproken zou je misschien zeggen, write enable, dat moet een hoge puls zijn. Maar die streep zegt juist, nee, als de spanning laag is, dan zie ik dat als een logische 1. Dus omgekeerde logica. Nou, deze is ongeveer 470 picofarad. Klein dus. En deze is 560 ohm. In de beginsituatie is deze condensator opgeladen. Want dit signaal is al een keertje laag geweest. En er loopt dus nergens stroom, want dit is gewoon 5 volt op dit punt. Hier is 5 volt, hier loopt dus geen stroom. Dus op dit punt, write enable, staat ook gewoon 5 volt. Nu maak ik deze laag, dit signaal. Dus hier komt nu 0 volt te staan. En nu zal die condensator als een idioot ontladen. Want die ziet hier de 0 volt, dus die spanning die opgeladen is, die lekt in één keer weg. Dus dit signaal hier, dat keldert naar de 0 toe. Maar, er staat hier 0 volt. Maar het duurt niet lang,
Want hier gaat stroom lopen, nu, van deze 5 volt door die weerstand, door die condensator naar de 0. En die condensator gaat dus opladen. Dus dan krijgen we hier zo'n mooie laadcurve. Zo. Nou, die condensator die laadt vrij snel op. En die zit dus hier alweer op het hoge niveau ergens. Op bijna 5 volt. En dan zitten we in de tijd misschien nog maar hier. Dat is het idee. Dus van die lange puls maken we een veel kortere puls. Dus dit kleine circuitje ga ik toevoegen aan mijn programmer. En dan gaan we het nog een keertje proberen. Daar zit mijn kleine schakelingetje. En de write pulse ziet er nu dus zo uit. Elk vakje is weer 250 nanoseconden. Dus we zitten ongeveer op een halve microseconde. Want op dit punt is de spanning wel weer hoog genoeg om als hoog te registreren. Dus dat is een mooie kleine puls. Tja, mooie korte write pulse. Alleen het werkt nog steeds niet. Als ik die andere EEPROM probeer te programmeren, de B-type, dan werkt het nog steeds niet. Dus er is nog iets anders aan de hand. Ik ga nog een keer terug naar de laptop en nog een keer goed kijken wat er gebeurt. Kijk, hier hebben we de ellende. Ik zal even een screenshot maken, dan kan ik het laten zien. Maar ik denk dat ik weet wat het is. Als we dat B-model gaan programmeren, de B, dan zegt hij hier eerst Software Data Protection Disabled. Dan gaat hij hem schrijven en verifiëren. En dan zegt hij Software Data Protection Enabled. Dus hij schakelt software data protectie in. Er zit een soort systeem in het B-model. Hier staat in de datasheet. En ik had het ook wel gezien. Er staat in dat een software data protection feature has been implemented in de AT-B. In het B-model zit dus die software protection feature. En dat moet je dus eerst uitschakelen voordat je hem kan schrijven. Maar er staat ook bij dat dat systeem vanuit de fabriek, hier staat het, tot het dan gedisabled is. Uitgeschakeld dus. Dus als je het niet gebruikt, dan zou je er ook geen last van hoeven hebben. Maar de ellende is dat ik al die EEPROMs die ik in huis had, getest heb in deze programmer. Dus nu staat in ieder geval de data protection voor al die EEPROMs aan. Dus ik moet het ook uitschakelen met mijn eigen programmer. En als dat lukt, dan weet ik dus niet of het nou komt door die korte write pulse, die nu korter is. Of door de data protection, die misschien toch per ongeluk al die tijd wel al aanstond. Dat is een beetje jammer dat we dat niet meer kunnen uitvinden. Nou, ik zou de programma kunnen terugbouwen naar de lange write pulse, maar dat gaat me een beetje te ver. Dus we gaan nu proberen om die software protection uit te schakelen. En dat ga ik eerst doen met een smerige truc. Wat ga ik doen? Ik ga op program drukken. En als ik zie software data protection disabled, dan trek ik hem er gauw uit. En dan heb ik dus een onbeveiligde EEPROM. Daar gaan we. Zo. Nu ga ik deze proberen te programmeren met mijn eigen programmer en kijken of het lukt. En dan stop ik hem in de Commodore. Aan. Kijk, Pac-Man. F1 to play the game. Kijk, nou, dat werkt dus. Nou, dat was dus gewoon een gevalletje ongeduld. Ik had die rare truc met het uittrekken van die stekker niet hoeven toepassen. Want er is gewoon een vinkhokje hier die zegt protect after programming. En als je dat uitzet, dan blijft de chip onbeschermd. En dan kan je hem dus gewoon schrijven. Dus dat had ik ook kunnen doen. Dit werkt ook. Ik heb even een stapje overgeslagen bij het maken van de video. Maar die truc lukte echt. Ik heb die EEPROM uit de programmer getrokken. Toen kon ik hem met mijn eigen programmer echt programmeren. Met het Pac-Man spelletje. En het werkte dus. Dus ik weet eigenlijk wel zeker dat het probleem in ieder geval ook zit in de data protection. Dus we gaan even terug naar de datasheet om te kijken hoe je die data protection nou eigenlijk uit moet schakelen. De datasheet. Nou, op pagina 4 spreken ze voor het eerst over die data protection. Hier staat het. Software data protection. En dan zeggen ze dat die wel degelijk is uitgeschakeld als die chip de fabriek verlaat. Nou, begin ik toch echt wel te vermoeden dat mijn chips wel degelijk protected zijn. Dus misschien zijn ze niet helemaal nieuw of ze zijn getest, waardoor ze dus zijn ingeschakeld. Dat was natuurlijk een Chinese aankoop, hè? Dus misschien zijn het wel tweedehands EEPROMs die gewist zijn.
Zou best kunnen. Ze verwijzen ons naar bladzijde 10 voor de data protection algorithms. Dus om het te enablen, om het in te schakelen, moeten we deze procedure uitvoeren en om het uit te schakelen deze procedure. En het stelt niet heel veel voor. Ik heb wel moeite gehad om het aan de gang te krijgen hoor. Maar eigenlijk stelt het niks voor. Het zou eenvoudig moeten zijn. Want je moet namelijk een aantal waardes in een aantal adressen schrijven. En die worden uiteindelijk niet echt geschreven. Maar het is puur het signaal om dus data protection in te schakelen of uit te schakelen. Nou, wat ze hier dus doen om het in te schakelen, is het getal AA, hexadecimaal dus, te schrijven naar een adres, 1555. Dan het getal 55 naar adres 0AAA. En tenslotte het getal A0 naar adres 1555 weer. Daarna mag je de chip gaan schrijven. En aan het eind van de schrijfcyclus is dan de data protected. En ook als je helemaal niks schrijft, dus als je alleen maar die drie commando's uitvoert en dan schrijf je geen data, maar je eindigt gelijk de write-cyclus, dan is ook de data protected. Nou, dat vind ik minder interessant, want ik wil graag unprotected. Dus ik ben meer geïnteresseerd in deze. Nou, die is eigenlijk hetzelfde, maar iets langer. Dus weer gewoon data naar een adres. En dat doe je dus in totaal 6 keer. En dan zegt hij hier, na die 6 keer, zegt hij exit data protection state. Klaar. Dan mag je weer data gaan schrijven uiteraard. En ook als je niks schrijft, dan is aan het eind van de cyclus is nog steeds die data protection state uitgeschakeld. Hieronder hebben ze nog een plaatje van hoe het moet gaan werken. Hoe je dus die adressen moet gaan schrijven. En er staat ergens uitgelegd dat je voor het enablen en het disablen van die data protection de timing moet gebruiken voor een page write. En dat gebruik ik niet. Ik gebruik de byte write. Kijk, je hebt hier page write, waveforms. En daarmee ben je in staat om heel snel 64 bytes geloof ik achter elkaar te schrijven. En dat, dat gaat veel sneller als byte write, wat ik doe. Waar staat dat? Nou, dat leggen ze in ieder geval hier uit. Maar dan schrijf je dus één byte tegelijk. En met die page write schrijf je een hele page, oftewel 64 bytes tegelijk. Nou, is voor nu niet zo belangrijk. Het komt erop neer dat die writes hier behoorlijk strak achter elkaar moeten komen. Maar dat zou geen probleem hoeven zijn. Dus ik heb mijn Arduino-programma een beetje uitgebreid. Met een protect-procedure hier en een unprotect-procedure. Nou, hier hebben we de unprotect. En dan schrijf ik eigenlijk gewoon die waardes. Hier heb je hem. Dit is het adres, dit is de waarde. Adres en weer een waarde. Adres, waarde. En dat dus 6 keer. Hier nog een keertje dus. Want voor het unprotect moet je dus 6 waarden schrijven. En voor het protecten moet je 3 waarden schrijven. Dus nu zou ik in staat moeten zijn om die chips te unprotecten. Nou, dat gaan we even testen. Hier is mijn programmer. En ik heb al die chips even in die geleende programmer gestopt om ze te wissen. En om dus de protection in te schakelen. Express. En hier is mijn programmaatje. En ik heb een knop voor unprotect en een knop voor protect erbij gemaakt. En als ik hem nu probeer te schrijven, dan zie je dat ik alleen maar errors krijg. Hier, errors 60 stuks voor de eerste 60 bytes. Hij moet hier schrijven het getal 48 en hij krijgt het getal FF terug. En hij heeft 7 keer geprobeerd om het te schrijven en het lukt niet, dus heeft hij het opgegeven. Dus allemaal errors, errors, errors. Nou, dan moet ik nu op unprotect kunnen drukken. En ik zal je eerlijk zeggen dat het niet altijd even goed werkt. Soms moet ik hem 5 keer erop drukken, even eruit halen, erin stoppen. De timing is nog niet perfect, maar als het eenmaal gelukt is, dan gaat het gelukkig wel. Kijk, nu gaat het goed. Hij moet wel elke byte retryen. Hij moet de waarde elke keer wel 2 keer schrijven, voordat hij hem kan teruglezen. Dus de timing is nog steeds niet perfect. Met deze, de normale AT28C64 zonder B. Nou, je ziet geen verschil, maar deze heeft die hele feature niet. En daar kan ik wel alles in één keer schrijven. Heb ik nooit een retry nodig. Dat is toch een beetje vreemd. Nou, als alle data geschreven is, ik stop hem nu eventjes. Dan kan ik ook nog op protect drukken.
En dan zal de data weer protected moeten zijn. En dan kan ik hem dus niet meer schrijven. Ik zal even een ander programma inladen om het te kunnen laten zien. Als ik hem nu ga schrijven, dan krijg ik weer allemaal errors. Want ja, het schrijven lukt niet. Dus ik moet hem eerst weer unprotecten. En dan zal het weer moeten lukken. Nee, nog niet. Nou, dat zei ik al. Soms moet ik een paar keer drukken voor het werkt. Maar niet als ik het wil laten zien op video. Zo, einde van de video. En ik heb al een paar conclusies, want het is niet perfect. Ik kan de chips nu unprotecten, maar het werkt niet altijd even betrouwbaar. En eigenlijk in de eerste plaats zouden die chips helemaal niet protected moeten zijn. Als je ze koopt, dan zouden ze vanuit de fabriek niet protected moeten zijn. Maar ik vermoed eigenlijk wel dat dat wel het probleem was. Ik denk niet dat die korte write pulse de oplossing is eigenlijk. Ik heb nog wat resources gevonden op internet van mensen die een vergelijkbare programmer hebben gemaakt. En die hebben ook geen speciale trucs uitgehaald om een korte write pulse te krijgen. Dus dat zou volgens mij eigenlijk gewoon geen probleem hoeven zijn. Ik denk echt dat die chips die ik heb gekocht op eBay, dat die opnieuw geprogrammeerd zijn, opnieuw gewist zijn en dus protected achtergebleven zijn. Ik zit nog te denken om die functie van unprotect in Arduino te herschrijven, dat die eigenlijk de chip probeert te unprotecten en dan zelf een paar bytes probeert te schrijven. En als het niet lukt, dan gewoon dat proces te herhalen. Dus dan duurt het iets langer, maar dan heb je niet in de gaten tot hij het 5 keer moet proberen onder water. Nou, ook niet een hele nette oplossing, maar wel een oplossing. Dus ik kan nu in ieder geval die chip schrijven, dat is het belangrijkste. Dus ik kan verder met mijn project voor de Commodore 64, waarover jullie later nog veel meer gaan zien. Maar dat is dus voor een toekomstige video. Wil je dat niet missen, dan moet je even subscriben op dit kanaal. Dat is heel belangrijk. Hey, voor nu, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.